binnen het Nederlandse Koninkrijk. Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn voortaan bijzondere gemeenten van Nederland. Geschiedenis 24 neemt in stijl afscheid van de Nederlandse Antillen, met een keur aan documentaires en reportages over de tropische eilandengroep. U kunt nu kijken naar een aflevering uit de 8-delige documentaire serie Antilliaans Verhaal uit 1992, waarin het bewogen Antilliaanse verleden opnieuw verteld en bekeken wordt door de inwoners van de Nederlandse Antillen. ...250.000 Rijksgenoten op de Nederlandse Antillen en Aruba. Ze wonen op 6 eilanden in de Caribische Zee. 3 liggen vlak voor de kust van Zuid-Amerika. Curaçao, 2 keer zo groot als Walcheren, en iets kleiner Aruba en Bonaire. Bijna 1000 kilometer naar het noorden, Sint Maarten, ongeveer zo groot als Schiermonnikoog, en de nog kleinere eilanden Sint Eustatius en Saba. Het hedendaags bestaan van deze mensen wortelt nog van dag tot dag in een verleden waarvan het verhaal in Nederland zelden of nooit is verteld. He said his mother used to send him to school every opportunity he got that he would learn. And one day the missus met him. The mistress met him reading a paper, a newspaper. And when she heard him reading, she went behind and saw him reading the paper. She took the paper from him, and what he was saying was correct on the paper. So she asked him, how did he learn to read? He said, well, his mother sends him to school. She took him to the mother and told her, never send him to school again. And she asked him, how dare you, a Negro, to read so well? So, but the mother told her, well, she won't send him. But she told the little boy, every chance you get, go to school. But one day, he went to school, and while coming from school, he saw the missus, but he couldn't get away from her. He was supposed to be picking good food at that time. So when he saw the missus, he couldn't run, he came to her. She asked him, where did it come from? He said, well, I went to pick good food. He said, where's the good food? He said, well, he couldn't give no explanation for that. She said, you came from school. And she took him from there, and she took him right back down in Golden Rock Yard, carrying him behind the house, aroused the ants in a bed, in a nest, and make him take his little pants off and sit him down in that. And she had a whip, and each time he would rise, she would beat him and make him sit in that until she was satisfied. That's what he get for learning to read, a little slave boy. The Bang Bang, Gregory Isaacs, Hard Drugs. Thank God he is the blood of the everlasting covenant. Libertad, libertad. Door de handen aan de dominanos en door de bomben aan, desgraciadamente, tewe, ting e bomben aan, meskos, wes nan kojuda, habrakatula. ...200 miljoen jaar geleden zit al het land op aarde aan elkaar vast. Het is één continent, gelegen op één plaat die rust op de mantel van de aarde, die niet hard is, maar buigzaam. De plaat vertoont soms barsten en uit die barsten komt magma omhoog. Het gloeiend binnenste der aarde. In de loop van miljoenen jaren breekt die ene aardkorst in stukken. Gloeiend magma, omhoog wellend uit de breuklijn, duwt de stukken uiteen. Continenten beginnen uit elkaar te drijven. Tussen de continenten ontstaan watervlaktes, oceanen.
met middenin onderzeese breuklijnen waar magma omhoog komt in gigantische uitbarstingen. Zo ontstaat langzaam de wereld die wij nu kennen. Aan de westkant van de continenten die wij nu Noord- en Zuid-Amerika noemen, nadert onder water een korst, een zogenaamde eilandboog. En die perst zich tussen de twee Amerika's door naar het oosten. Op de rand voert die onder water kleine verhogingen mee, een soort eilandjes. Die zijn de oorsprong van de Antillen. Een eilandboog ontstaat doordat oceanische platen onder elkaar schuiven. Dat gebeurt bij diepzeetroggen. Het materiaal van een verzinkende plaat wordt niet in de aardmantel opgenomen. Het begint te disintegreren. We kunnen zeggen te smelten. Het smeltproduct, gloeiende lava, zoekt zich een weg naar boven. Dat is de oorsprong van de benedenwindseilanden. Lava die onder water met kracht door de bodem heen naar boven is gebroken. Lava, 120 miljoen jaar geleden gestold, is overal te zien. En dat komt omdat sindsdien de bodem omhoog is getild. Kussenvormige stolsels op Curaçao, op Aruba het wonderlijke kwartsdioriet, hard en gevoelig tegelijk, met merkwaardige erosievormen. En op Bonaire de veel zachtere tuf en zuilvormen van lava die in kokers was gestold. Op Curaçao de fijnkorrelige diabaas, product van een snelle afkoeling. En daarboven, hier en daar, de mest van pelikanen van een miljoen jaar geleden, waaruit de stof ontstond die wij fosfaat noemen. En een derde belangrijke ontstaansbron van de eilanden is de zee. Het zou volkomen onjuist zijn te denken dat de huidige bodem van de benedenwindseilanden alleen maar het resultaat is van vulkanische verschijnselen. No, es aquí no te verdad. Las obras vive el origen volcánico donde haya 5 miljoen años pasado. Dus en dan die coralen komen ze crecen, riba el origen volcánico. Je wordt er meer een toren, diferente patronen, dat diferente species die coralen. Toekomst moet er meer gedaan dat probeer aan die coralen. Pas op dat ding 5 miljoen años crecen en crecen. Turcos, kom het om hier een keer. De bos komt omhoog. Da, versie die koraal. Komt er rond toe. Voor een kolonie. In één kolonie, laat het. Laat het gaan eerder. Laat het lang. Moet er meer een kastje. Dat is hier simpel imaginaar. Kutuur je koos dan een keer. Da, versie, was het die keten. Komt er bieber. Ik heb het er kaas nu, oostkaas, kleurkaas, kleurkaas, kalkjes, de kalkriffen vormen de basis van de geweldige vlaktes langs de kusten van Curaçao, Aruba en Bonaire, die door het dalen van het water op verschillende hoogtes liggen. De jongste is laag bij het water gevormd, de oudste hoger, toen de zeespiegel veel hoger stond. In de zijkanten van de kalkplateaus zijn door het eeuwenlange slijpen van de golven diepe sleuven en grotten gevormd, die veel later een rol zouden spelen in het bestaan van de eerste mensen op de eilanden. Maar toen bestonden deze woeste natuurvormen al 984.000 jaar. Bijna 1000 kilometer noordelijker aan de andere kant van de eilandboog trad 50 miljoen jaar geleden ook vulkanisme op, waardoor eilanden ontstonden. Maar hier gebeurde de lava-uitstoot niet alleen onder water, maar ook erboven. De bovenwindse eilanden zijn niet alleen veel jonger dan de benedenwindse, ze hebben door de uitstroming van vloeibaar lava een andere vorm. Sint Maarten, 35 miljoen jaar geleden boven water gevormd, heeft vloeiende, golvende heuvels en geen hoekige koraalterrassen. Vlakbij ligt Sint Eustatius, met daarop een vulkaan die pas 25.000 jaar geleden ontstond. Niet alleen lava, maar vooral de uitstoot van as en puinbrokken zorgde voor een prachtige kegelvorm.
waar alleen aan de oostkant een wonderlijke steenformatie tegenaan rust. Waar behalve as en puimsteen ook kalk in zit, waarschijnlijk door een lavaprop omhoog geduwd. En dan is er nog Saba. Een steil uit het water oprijzende, gestolde massa. De laatste uitbarsting schat men slechts 500 jaar geleden. Geologisch gesproken is Saba zeker geen uitgedoofde vulkaan. Alles op het eiland doet nog denken aan het geweld van de natuurkrachten die het vormden. Saba is hard en weerbarstig. Boven de 400 meter zijn de hellingen van Saba vruchtbaar. In de verte, op 35 kilometer afstand, is bij mooi weer Sint Eustatius te zien. Ook daar zijn de hellingen weelderig begroeid. In die krater is de plantengroei door de eeuwen heen onveranderd gebleven. David, kom over de zij. Watch up, David. I want you to come now. Wie in deze krater afdaalt, gaat 200 meter naar omlaag en 500 jaar terug in de geschiedenis. We hebben een big tree hier. Maybe this is the kind of tree you all is talking about. These trees are something like 12 meters wide, and some is 10 meters, some is 8 meters wide. I think in here, supposed to, in Stacia, I believe have the biggest trees around in Antilles. We have redwood, we have ironwood, we have mahogany, and we have cedar. You have mangoes, bananas, figs, cocoa, and you get soursop. But those would have to be planted, right? No, they don't plant it already. It grows in here and you can eat them. It's real nice. Op de eenzame plekken van de eilanden heerst toch de absolute stilte van de oertijd. Toen vormen niet door mensenhanden werden gemaakt, maar door de natuur. De mens is in Amerika gekomen vanuit Azië. Uit Mongolië trekt hij 40.000 jaar geleden over de bevroren Beringstraat Amerika binnen, om zich vanuit het noorden over het continent te verspreiden. Opgravingen bewijzen dat hij er ongeveer 24.000 jaar over deed. Deze oudste bevolking houdt zich in leven met vruchten en door te jagen op groot wild. Reusachtige dieren die al lang zijn uitgestorven en waarvan maar weinigen beseffen dat ze ooit in Amerika hebben geleefd. In Venezuela worden hun resten bestudeerd. Nosotros tenemos conocimiento hecho a base de estudios científicos de arqueología que el hombre ya estaba aquí hace 16.000 años. Esta región también abarca las Antillas holandesas porque hay testimonios que se han encontrado en Aruba y yo vi y encontré en una de mis visitas unos instrumentos que demuestran
que son también muy antiguos en Curazao.